De vraag is, willen ze het nou niet begrijpen? Ja. Of kunnen ze het niet begrijpen? Snappen ze het niet? Of zijn ze nou stronteigenwijs? Die Dylan, ja. En die Pieter. Ja, het is ongelooflijk. Dat ze niet zien aankomen. Dat ze gewoon in de toekomst enorm worden afgestraft door jullie. Ja, want dat voel je aan alle kanten. Voel je dat gewoon nu al aankomen. Gezien de reacties die ik allemaal lees en van jullie krijg. Dan denk ik bij mezelf. Hebben ze dat nou even niet door? Daar. Weet je wel. Die blijven maar gewoon stuk doorgaan. In hun oude gedoetje. Ja, wat jullie schrijven aan mij. Ja, maar die spelletjes waar ze nou mee bezig zijn. Hè? Daar hebben we helemaal geen zin in. Nee, jullie zeggen, dat is nou juist waarom we PVV hebben gestemd. Ja, hou dan mee op. En het tweede wat jullie schrijven, ga nou gewoon aan het werk. Ja, ga nou gewoon die problemen in Nederland oplossen. Doe nou gewoon, ja, en we hebben gezegd, Nederland dan, met de verkiezingen. We willen een kabinet over rechts. Rechts moet het zijn. Klaar. En niks anders. En als dat niet gebeurt, ja, dan krijgen we nieuwe verkiezingen. En jullie zeggen dan, als dat gebeurt en de PVV komt niet aan bod en we krijgen nieuwe verkiezingen, dan stemmen we helemaal niet meer VVD en ook niet op die club van Omtzigt. Want daar zitten op beide partijen 84% die zeggen, ga nou samen met die PVV. Maar dat doen ze dus niet. Dus die mensen gaan straks allemaal, en dat schrijven jullie ook aan mij, PVV stemmen. Ja, straks gaat er dus echt een bulldozer. Die gaat door het politieke landschap, vrienden. Ja, ja. Nou ja, goed, ik heb jullie gewaarschuwd, hè. Hey, Dylan en Pieter. Jullie weten het, hè.